Is het heus? Terraria? Meenen we dit echt? Oh mijn god, Terraria, we beginnen weer! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij, nou ja, een nieuwe versie van Terraria. Namelijk Terraria Expert Mode. Jullie hebben het al in de titel gezien. En ik dacht dat het tijd was voor een nieuwe Terraria-serie. Wil niet zeggen dat de oude Terraria-serie met Erwin en Erik weggaat. Dat gaat over naar livestreams. Vertel ik later over op het moment dat we bezig zijn. Ik heb hier al een karakter voor gemaakt, namelijk Stevie. Maar ik moet nog wel eventjes een nieuwe wereld maken. Want ja, we gaan naar expert. Dus dan willen we ook een expert world. En je mag tegenwoordig kiezen of het corruptie of crimson is. En ik hoop dat wij corruptie gaan krijgen. En ik ga dit noemen Planet of the Carbs. Ja, jullie dachten Kong, maar nee, dit wordt Planet of the Carbs. Goed, ja, we hebben een corruptie. Mooi, dat is alleen maar gunstig. De reden hiervoor is, ik heb eerder al aangegeven, ja, ik wil eigenlijk wel een expert mode maken. Plus, multiplayer is moeilijk met audiocommentaar. En ja, dat wil ik meer met de livestreams gaan doen. Dus na de Pokémon Randomizer gaat Terraria met Erik en Erwin ook weer verder. Dus het is geen vergeten zaak. Ook, jullie hadden natuurlijk Twilight Princess verwacht, maar de thumbnail designer, die is op het moment al op vakantie. Die was eventjes zijn thumbnails vergeten, die was zijn laptop vergeten, was een beetje lastig. We hebben in ieder geval een thumbnail, dus we hebben een aflevering kunnen uploaden. En toen dacht ik van, ach ja, het maakt niet echt zoveel uit. We hebben nou de perfecte timing eigenlijk om een nieuwe serie te beginnen. Dus waarom ook niet? Laten we het lekker doen. Zonnetje schijnt, vissen springen en het is zomer, zegt hij terwijl dat het bijna herfst is. Maar dat was eigenlijk het idee. Goed, over expert mode. Ja, er komt een dead count. Ja, er komt een house of amazing comments. Waar jullie comments natuurlijk weer op geschreven zouden gaan worden. Giveaway moet ik nog heel eventjes kijken of ik dat ga doen met dat huis. Dat weet ik niet zeker. Dus daar moet ik heel eventjes naar kijken. Oké, Planet of the Carbs is klaar. Dus laten we er maar ingaan. Setting liquids. En we beginnen gelijk hier. Oké, nou het eerste wat we willen gaan doen is eventjes zorgen tot Eevee. Want ik heet Stevie, dus dat is nou Bunny Eevee. Het eerste wat we willen doen is zoveel mogelijk hout verzamelen. En dit is niet echt een ideale plek om een huis te maken. De map mag heel eventjes weg van mij, daar heb ik echt weinig zin in. Het geluid is een beetje aan de zachte kant. Misschien moet ik het geluid ietsje harder zetten van mij. Tenminste, ik zal even... Geef me even een seconde, ik moet wel even iets fixen. Goed, het probleem in expert mode is alles is dodelijk, alles wil je killen, alles wil je vermoorden, etcetera, etcetera, etcetera. Ik denk dat we wel een mooi plekje hebben als we nou naar verder deze kant op gaan lopen. Dus ik bedoel, we hebben daar al een hele mooie cave. Dus ik speel het ook weer even op 27, een beetje ingezoomd tot we wat dichter op de accu zitten. En ja, dan komen we dus ook gelijk op de verschillen tussen expert en normal. Bijvoorbeeld de slime. Deze slime die heeft maar liefst 50 health. En als hij ons raakt, dan doet dat heel veel schade. Dus ik wil eigenlijk zo snel mogelijk mijn andere zwaardje hebben. Of mijn bow. 16 schade, wauw. Wauw, oh nee. Mijn eerste death gaat niet door een slime worden. Nee. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Nog niet misschien. Maar ja, het begin is dus zoveel mogelijk hout alvast te verzamelen. En dus zo snel mogelijk, je ergens kunnen schuilen. Dus, ik wil zoveel mogelijk hout hebben. Ik wil alvast eventjes een basishuisje maken. Waar we dus een beetje gaan beginnen. Nou ja, niet te dicht bij die afgrond daar. Dat lijkt me niet echt handig. Dus, want ja, jullie weten het. Ik hou van een vlak ondergrond. Dus daar wil ik dus wel naartoe. Maar ja, alles wordt dus dodelijk. Alles wordt gevaarlijk. Er is een dead count die erin zit. Had ik al gezegd. Maar dat zeg ik nou nog een keer. Vind ik hartstikke leuk. En ik zie er eigenlijk wel een beetje uit als een... Als een houthakker. Moet! Hout! Hakken! Maar goed, we zijn in ieder geval niet dood. Regeneration is ook trouwens traag, want zoals jullie kunnen zien op het moment, mijn life die zegt nog steeds, die regenerate keihard langzaam en ondertussen is onze guide met een... Ik vind het fijn dat jij niks oppakt, maar hij was dus met de slime bezig. Even kijken, we zitten nou op dit moment op best wel een... Oh, hier zit een hele grote plas met water. Wil ik het hier dan tussen doen? Ik bedoel, het is best wel een klein stuk, maar... Dan hebben we ons eigen privé-eiland. Dan hoeven we niet bang te zijn dat er hier een corruptie komt. Of een holo op het moment dat wij hier zouden gaan wonen. Dus ik zou hier wel een huisje kunnen maken. Waarom ook eigenlijk niet? Ik bedoel, oké, voor hoorders moeten we een andere locatie dan vinden. Maar
Of we gaan een beetje eerst exploren. Dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, we hebben hout genoeg nou door dit allemaal te hebben gehakt. Dus dan kan ik daar even een bruggetje maken. En dan kunnen we wel eventjes kijken wat er aan die kant zit. Dat is wel handig. Weet je wel, we gaan gewoon een beetje exploren. Dus laten we heel eventjes een paar van die plateautjes maken. Alvast even een workbench maken. Zodat ik even een zwaardje kan maken. En wat armor. Want armor is a must. Zo, dat ziet er goed uit. Dat ziet er ook goed uit. En dan nemen we deze. Hop, hop, hop. Dan zien we er helemaal houterig uit vandaag. Houterig. En die wil ik eentje maken. En dan wil ik ook alvast even een bow. Ook al heb ik nog niet echt pijlen. Maar dat komt nog wel. Hoi. Ah, dit werkt veel fijner. Ik heb liever een swing aanval als dat ik... Auw. Ik word nog steeds net zoveel geraakt. Maar ik heb liever dus een swing aanval als dat ik een aanval heb die alleen maar stab stab doet. Dus oké, nou hier eventjes een bruggetje maken. Het is wel een hele grote fishing pond, dat is wel fijn. Volgens mij ga ik niet genoeg hout hebben. Oké, eventjes weer nieuw craften. En in ieder geval, dit is 1.3. Weet ik veel hoeveel updates dat er ondertussen wel niet geweest zijn. Ik bedoel, we kunnen ook al kiezen over corruptie en alles. Het eerste wat ik eigenlijk een beetje wil vinden is... Nou, dit is ook wel een mooie locatie. Moet je kijken. Heel mooi groot lang stuk vlak hier. Een gigantische boom. Die ik dan helemaal weg moet mijnen, maar dat maakt niet uit. En ik druk automatisch op R, omdat ik Starbound te veel heb gespeeld. Starbound. Voor de mensen die willen weten of ik daar ook ooit een let's play van maak, misschien in de verre toekomst, wie weet. Moet ik even eens kijken. Nou, onze missie. Kunnen wij wat kistjes vinden? Want s'nachts willen we eigenlijk hier niet rondlopen. Op zich vind ik dit wel een mooie plek, als we dat even mooi vlak maken en... Oh! We zouden dit huisje... Nee, ik wil wel mijn eigen huis een beetje maken. Maar op zich, een boom is wel een leuk plek om een huis. Is ook extra veilig. Dus, dat kunnen we met touw doen. En hoi, slime met een hartje in je. Ik denk dat we hier wel wat mee kunnen, jongens. En dan moeten we wel wat rope vinden. En jeetje, ik doe echt bijna geen damage naar deze kast. Hoeveel HP heeft deze wel niet? Purple slime, 80. Wauw. Wat voor zwaard hebben we eigenlijk? Shameful. Nou, dan kan ik beter daar even nog een andere maken. Deze doet dan bijna geen damage. Hoi, jij valt niet naar beneden, hè? Heb ik al toortjes? Nee, ik heb nog... Tuurlijk heb ik geen toortjes. Zo, nu hebben we toortjes. Moet wel let's play vriendelijk blijven. Laten we eens even kijken wat hier beneden zit. Want hier kunnen we dan ook nog... Nou ja, we moeten natuurlijk wel uitkijken voor NPC's. Waar dat de NPC's gaan plaatsen. En wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ik denk dat ik hier inderdaad wel een leuk iets kan maken. En wat hebben we hier? We hebben alvast die bouwdingen. We beginnen alvast met heel veel lood. Oké, we hebben lood in deze. Archery potion. Altijd leuk voor mij. En een recall potion. Dat we gelijk naar spawn toe kunnen. Wat nou een probleem is aangezien dat we niet zo dicht bij spawn wonen. Nou, ik neem gelijk eventjes dit mee. Niet zo makkelijk. Even die deuren meenemen. Want ik denk... Hallo toetsenbord, willen we wel blijven werken alsjeblieft? Want lijken, dat kunnen we niet... Hier, maar... Hallo. Dank je. Doe het gewoon. Dank je. Tjonge, jonge, jonge. Oké, heel voorzichtig. Dan moet ik er even aan wennen tot we geen Starbound spelen. Dat gaat diep. Misschien vinden we hier ook nog wel een kistje. Hoi. Want ik weet dat we die boom... in huisjes kunnen maken. Hallo. Die misschien al een kistje voor mij. Ik zie daar een ondergronds huis. Oké, we hebben al een ondergronds huis. Dat is al een voordeel. Dit is al een heel goed begin. En top is hier. Dat wil ik alvast even hebben trouwens. Mag ik dat alvast hebben? Ik bedoel, als je het ziet, meenemen. Dat is makkelijk. Ben ik hier? Daar zie ik er ook nog één klein beetje. Begin al gelijk met een mining avontuur, wat niet slim is. Ik serieus, als je expert mail is, dan wil je niet gelijk hiermee beginnen. Je wil eerst een safe room maken. Plus, we hebben namelijk nog geen safe room om te kijken van... goh, kunnen we ergens veilig? Misschien zit er onder een hartje. Er kan ook een booby trap zitten. Ik zie helemaal niks, dus we kunnen gewoon naar het ondergronds huis heen gaan. Misschien zit er wel een cloud in de bottle. Kan ik al gelijk dubbel jumpen? Ik heb toch geen fall damage. Ah! Kan ik alsjeblieft? Hi. Mag ik alsjeblieft? Waarom kan ik die sprong niet maken? Dank je. Ben ik nou zo roestig in Terraria dat ik nog niet eens meer kan platformen? Jonge, jonge, jonge. Het enige nadeel is, we moeten wel dit water eventjes hier weghalen. Dus, laten we eventjes rustig verzuipen hier. Maakt niet uit dat daar onder alle toortjes weggaan. Die pak ik daar ook wel even op. Hier hebben we namelijk een gouden kist. En ja, Mumi die zou boos op mij worden als ik nou de piano niet meeneem. Dus ik zou de piano ook maar gelijk meenemen. Waarom ook niet? We hebben gelijk een
decoratie-item, waarom ook niet. Even kijken, wat hebben we hier? Cloud in a Bottle! Oh, dat is... Oh, en hij geeft nog eens extra damage. Oh, jeez. Oh, I'm such a lucky bunny. Oh, ik ben echt een blij konijntje nou. Wauw. Oké, jongens, we hebben al een double jump. Volgens mij is dit een koper. Dus misschien niet echt waard om... Hi. Met een goudvis naar zee. Nou, we hebben in ieder geval al dus een hele fijne plek om dadelijk te exploren. En daarom denk ik dat ik eerst ga beginnen met eerst veilig... Oh, je hebt het gewoon... Ik dacht dat je aan het plateau was. Tot we eerst eventjes een veilige basis gaan maken. Want op het moment dat het nacht wordt en er komt een zombie-apocalypse... Hebben we nou ook touw? Ja, we hebben 161 touw. Dat is mooi. Op het moment dat een zombie-apocalypse gaat komen... Dan hebben we een heel erg groot probleem. En daar heb ik weinig zin in. Dus wij gaan van dit huis gaan we gewoon ons eerste huis maken. Van dit huis gaan we... Van deze boom gaan we ons eerste huis maken. En daar wil ik dan het liefste boven ons doen. Ja, het wordt al nacht. Dus... En het voordeel is ook nog eens een keer, als ik hier nou die touwtjes neerhang. En dit dan met living wood vul, dan kan ik daar mooie deurtjes maken. Tenminste. Oh, dit gaat heel mooi worden, jongens. Nou, laten we dit even heel rustig eventjes zo opvullen. En ondertussen kunnen hier dus dan geen zombies komen. Dus laten we dit heel even opvullen. Er komt een slime. Raak me niet. Hij raakt me wel. Oké, nou, dan moet ik misschien nog heel eventjes iets hoger. Jongens, ook al is het de eerste aflevering, gaan we hier al een vet voor het montage van maken? Kunnen we doen? Oh, hoi. Het wordt dan wel heel erg druk met blue slimes. Jongens, er komt dadelijk een zombie-apocalypse. Daar ben ik bang voor. Dus wil je alsjeblieft, ik heb een heel slecht zwaard. Ik wil niet mijn eerste death hebben door slimes. Ah, dankjewel. Hij duwt me recht het hartje in. Oh ja, vijanden die kunnen nou trouwens ook muntjes oppakken. Daar wil je ook zeker voor uitkijken. Op het moment dat je bijvoorbeeld neergaat en je laat dus geld vallen. Wat je dus ook mee laat vallen. Dan drop je dus ook gelijk al het geld. En dat kunnen de vijanden oppakken. Dus daar wil je ook wel voor uitkijken. Goed. Nou, hopelijk kunnen ze nou niet zo hoog springen. Want wij moeten dit omhoog maken. Dit gaat waarschijnlijk heel eventjes duren. Dus ik knip heel eventjes naar voren. Oké, ondertussen is de nacht al aangebroken. Ik heb dit al een beetje hier zo neergemaakt. En ik denk dat we hier op zich wel een leuk huisje al van kunnen maken. Dus ik heb hier een workbench. Die kan ik hier alvast even neerzetten. En ondanks dat we dan niet de living wood wall kunnen maken. Denk ik sowieso eerst eventjes een nieuw zwaard maken. Want we hebben hout genoeg. Even kijken, even een nieuw zwaard. Wat hebben we nu? Legendary! Kijk, daarmee kan ik leven. Oh, gelukkig is weer aan mijn kant, gelukkig. Ik denk dat ik eventjes gewoon een tijdelijke gewone woodwall maak. Steen hoeft er nog niet in. Dus dit wordt niet ons... dit wordt eventjes onze main huis waar we dus even mee beginnen. Maar ik denk dat dit op zich wel een leuk idee is om hier zo even mee te beginnen met deze boom hier te vinden. Ik bedoel, ik heb altijd zelf standaard een huis gemaakt. Of zo'n standaard huis of zo'n oversized huis. Altijd iets in ieder geval. Kijk, dat lijkt al ergens op. Plus we hebben deze dingen, dus we kunnen sowieso living wood plaatsen. Even kijken, als ik een deur plaats, hè. Zo. Dan doen we daar even dadelijk wat plateaus. Dat komt wel goed. Dan kan ik hier ook een tafel hebben we hier al. Dus dan doe ik hier eventjes een dingen neerzetten. En als ik me niet vergis, en ik maak nu hier eventjes licht. Het wordt dan wel hier donker, heel donker hier. Dan hebben wij hier al... Volgens mij is dit al een huis die mag. Yep, this house is suitable. Nice. Oké, nou dan kunnen we dus hier eventjes een gewoon plateautje van maken hieronder. Dus dat gaan we... Dus ik ga daar wel heel eventjes aan werken. Living wood wall, gelijk even meenemen hier. Dus misschien kunnen we het nog wel even leuk opvullen, wie weet. Dus ik ga heel eventjes de boom verder bewerken en ik zie jullie weer in een seconde. Sterker, maak er even een fast forward van, dat is leuker. Thank you.
Oké, ik hoor dat de dag weer is aangebroken. Dus we hebben nou onze eerste plek om een beetje, zeg maar, ingenesteld te kunnen raken in onze woning. En onze eerste guide, hoe is onze guide? Steve! Steve en Steven, leuk duo! Oké! Leuk, had ik nog niet eens eigenlijk gezien. Maar ja, het is dus de bedoeling dat we dus hier eventjes onze woonbasis van gaan maken. Dus dit wordt waarschijnlijk dan Steve's huis. Eventjes extra deuren, doordat daaronder, dat is natuurlijk ook altijd heel erg handig. Dus ik zal eventjes twee extra deuren maken. Dat kent Steve ook in en uit wanneer dat hij wil. Dus dit wordt ons NPC-huisje voor het begin. Dus dat is niet echt het huis waar ik vooraan wil gaan bouwen. Maar dat snappen jullie zelf denk ik ook wel. Strange Plant, altijd leuk. Een beetje meer de wereld exploren. Van kijken wat er allemaal wel niet gevonden kan worden. Dat is natuurlijk ook altijd een must. We hebben genoeg hout hiervoor nou. Dus daar ben ik wel blij om. Nee, ik wou deze hierop hebben. Er komt gelijk een slime onze kant op. Ik hou niet van slimes. Dus ja. Expert mode. Tot nu toe nog niet echt... Nou ja, we hebben de cloud in de bottle. Dus op zich mogen we helemaal nergens over klagen op het moment. En nou hebben we... Zo, 16 damage al. Wauw. Op zich hebben we wel wat extra hout nodig, maar we willen de dag zeker spenderen om eventjes zoveel mogelijk kistjes al te vinden en accessoires, hè. Dus als de double jump. En auw! Vind ik niet leuk dat je dat doet! Ga neer. Ga heen. Geen wat anders pesten. Steve, ik vind het hartstikke leuk dat je me volgt, maar je hebt een huis. Ga naar dat huis toe. Even alvast wat paddenstoelen pakken, want dan hebben we health. Potions trouwens, die zijn nog hetzelfde. Dus die werken nog steeds voor... ja, dat je één potion mag gebruiken per 60 seconden. En... Oh, daar hebben we de Frostbiome. Oké. Okay. Die misschien een kistje al voor ons? Hi. Ja. Misschien hier een kistje voor me? Een beetje steen kan ook alvast geen kwaad. Maar ja, mochten jullie dus vragen hebben van expert mode of iets, laat het weten in de reacties. Ik geef er zeker wel een antwoord op, tenzij dat de vraag al gesteld is en al beantwoord is. Dus ik zou zeggen, kijk eerst eventjes via de comments of jouw vraag al gesteld is. Het loopt hier wel door naar beneden toe. Nou, een dirt kun je ook niet in het begin te weinig hebben. Waar we plateautjes maken en alles. Dus maar volgens mij loopt het hier aardig dood. Nou ja, ik zie naar onder nog iets, dus... Laten we heel eventjes voorzichtig heel even kijken of we hier iets hebben gevonden. Maar vergeet niet, onze spawnplek, waar we dus gespawnd zijn, daar hebben we ook al het een en ander wat we kunnen exploren. Omdat er dus ook al behoorlijk veel stuff ligt. Dus kijk, is dat klei? Ja, maar daar heb ik hier geen zin in. Oké, het loopt hier echt helemaal dood. Dat is jammer. Ik had gehoopt dat we hier al iets zouden vinden qua een kistje voor een egglet of zo. Maar ja, we hebben een cloud in de bottle, dus op zich mogen we niet klagen. Plus, we zitten aan niet de jungle kant, maar aan de ijskant. Dus dat is eigenlijk best wel gunstig. Dus we hebben de eerste dag overleefd en hoi slime. Ah, de merchant is er ook al, dat is alleen maar gunstig. Dan kunnen we al gelijk dadelijk onze piggy bank kopen. Wat ervoor zorgt dat wij geen probleem gaan krijgen met ja, het feit dat we... Dit is ook wel een mooie ingang. Even kijken hier. Nog meer rope, altijd handig. Hier misschien een kistje. Dit gaat best wel diep. Ik durf hier nou niet naar beneden te springen om precies te zijn. Dus... Ach ja, we hebben een double jump, dus we kunnen voorzichtig springen. Normaal gesproken op dirt gebied. We willen nog wel eens kistjes spawnen, dus daar ben ik nou zeker naar aan. Kijk, ze was hieronder. Ik dacht al. Ik zet mij hier helemaal verschut en we hebben een speer. Die kan handig zijn in het begin. We hebben ook al een paar granaten, dat is ook altijd handig. Daar zijn bommen en granaten! Even kijken, die doet er 8, jij doet er 8. Deze skin doet extra critical strike chance. Nou, we kunnen hem voor de zekerheid wel neerzetten. Deze hebben we nog niet nodig. En kistjes zijn natuurlijk altijd handig voor storage. Dus dat willen we zeker doen. Moeten we wel uitkijken voor booby traps. Die zijn heel erg dodelijk. Bunny statue! Ik wil het! Ik wil een bunny statue. Ik wil een bunny statue. Nou is het natuurlijk niet heel erg slim om nou al heel erg diep een cave in te gaan. En willen we zeker meer boven nog exploren. En hoi! Dude, serieus. Je ziet toch dat ik bezig ben. Dan ga je me niet storen daarin. Paast erop. Oké. Okay. En zand kunnen we alvast gebruiken voor extra glas dadelijk te maken. Dus dat is wel helemaal mooi. Oké, nou, we hebben een bunny statue.
Dus we hebben al 2 kistjes in een bunny statue. Ik moet zeggen, we maken best wel goede progress voor de eerste aflevering. Oké, we hebben er ook al een fast forward in gehad. We hebben al een beetje gebouwd. Maar op zich, ik ben wel tevreden over. Dus de progress is real. Durven wij al de frostbiome te trotseren? Of heb ik zoiets van, dat is zelfmoord? Laat ik hier eventjes een plateautje maken. Springen op plateautjes gaat veel makkelijker hierin dan in Starbound. Dat kan ik jullie wel vertellen. Starbound, heel veel mensen die vergelijken Terraria met Starbound met Terraria. Maar uit mijn eigen ervaring moet ik zeggen tot... ja, Terraria speelt soepeler. Die speelt iets fijner. Dus... als jullie iets van Starbound een keertje zouden willen zien, dan laat het weten in de reacties, zou ik zeggen. En misschien zet ik het dan wel iets sneller op mijn lijstje. Twilight Princess die gaat natuurlijk ook wel door, hoor. Alleen, ik heb aflevering al klaar liggen, dus dat komt van eigenlijk wel goed. Even trouwens over het water op de Frostbiome. Op het moment dat je het water ingaat in de IJsbiome, dan zul je gelijk de verkleumendste effect hebben. Dat je het ijskoud hebt en daardoor zou je heel erg langzaam gaan lopen. Dus daar wil je uit voor kijken. Op het moment dus dat je in het water valt in een Frostbiome. Niet doen. Slecht plan. En we hebben een calming potion. Altijd al handig om dat in het begin te hebben. Ik kan dit hout trouwens ook gebruiken om een mooie achtergrond te maken. Besef ik me nou. Dus we hebben genoeg om dadelijk te exploren. Kan ik dit halen met een double jump? Ik wil niet mijn eerste dead or falling damage. Dat zou rampzalig zijn. Ik ben echt blij met die double jump al gelijk, jongens. Oh. En we hebben al een cave. Trouwens, ja, we hebben al een cave. Want dat huisje dat liep door naar een cave. En pingwing! Maar ja, ik moet niet vergeten een schepnet te kopen gelijk in het begin. Dat is ook handig. Maar ja, heb ik wel genoeg gold daarvoor. Nou ja, we exploren. We hebben een recall potion. Dus we hoeven ons nog nergens geen zorgen over te maken. We kunnen heel makkelijk terug naar spawn. En dan kunnen we dat kleine stukje wel lopen richting waar dat onze boom des huis is. Of huis des booms, hoe je het ook wil noemen. Enigste nadeel in Terraria in het begin. Je loopt zo langzaam. Oh, daar hebben we zelfs een demon altaar. Oké, ik sla jou met mijn zwaard. Weet je wat, laten we het speer even gebruiken. Waarom ook niet? Die is handig tegen zombies in verband met de knockback die heeft. Hoi. Oh, kijk, daar heb je die chill effect. Zie je dat chilled? Your movement speed has been reduced. Niet leuk. Maar, ja. Oh, nee. Terug. Daar willen we zeker... Nee. Laten we dat maar niet doen. Laten we daar maar zeker niet naartoe gaan. Ik denk dat we wel genoeg materialen hebben om alvast een beetje... Ik wil nog de andere kant exploren, dat sowieso... Maar ik denk dat we wel leuke materiaal hebben voor de eerste aflevering. Dus ik denk dat ik het ook daarbij ga laten. Dus ik loop nog heel eventjes met jullie mee terug. En dan denk ik dat ik eventjes offscreen het huis wat groter ga maken. Of ja, de boom wat groter ga maken. En, want het zal zo dadelijk toch wel nacht worden. En in de nacht wil je hier echt nog niet rondlopen. Expert mode is extreem gevaarlijk als je, ja, 's avonds rondloopt. Dus, tenzij dat je goed... bepanserd bent, maar op dit moment zitten we nog in wooden tolls. We hebben wel de double jump, maar we hebben nog, ja, 3 defense geloof ik dat we nou hebben. Dus, geloof me, we hebben meer equipment nodig. Daarom ren ik nou ook heel erg hard weg van de corruptie biome die daar dus achter zit. Daar willen we echt niet in rondlopen nu, dus nou, we hopen dat er dan nog wat kistjes aan de andere kant te vinden zijn. En anders moeten we toch op zoek naar ores en andere materialen om sterker equipment te maken. Want ja, de eerste bazen die willen we natuurlijk ook wel hierin gooien. Noot trouwens over de baas, nou dat ik het erover heb. In onze multiplayer mode met Erik en Erwin, Mumee en Erwier, moet ik dan zeggen. Daar gaan wij wel, of daar gaan wij dus ook stoppen met expert bosses te laten zien. Aangezien dat we nou in een expert wereld hebben. Ik neem eventjes wat van dit hout mee, dat vind ik wel gaaf. Dus, ja, omdat we dus, ja, we krijgen nu... We hebben hier nou de expert bosses, dus dan hebben we toch 2 aparte series. Dus dat is wel leuk. Dus dan blijft dat gewoon een 1.3, maar dat gaat dan over naar de livestreams. Dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Dus! Hoeveel HP heeft een ijslijm eigenlijk? 60. Nou, dat valt nog wel mee. Kom hier, ik sla jou. En de frostmuziek blijft natuurlijk altijd geweldig. Hoi! Voorzichtig. Oké. Okay. Ik bedoel, hoe meer cash dat we al hebben, des te beter. En volgens mij kan ik wel een hele mooie achtergrond maken van dit hout. Of het is hetzelfde, dat zou zonde zijn. Maar volgens mij kon je hier een hele leuke achtergrond van maken. Dus, wie weet. Dus ik hak nog deze 2 boompjes om. En ik zie jullie thuis.
Oké, terug thuis aangekomen. Hartstikke leuk. Dan zien we dat hier dus ondertussen onze merchant ook al is aangekomen. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij om, want dan kan ik gelijk eventjes kijken. Ik heb 2 gold, dus dan kan ik een... mining helmet geeft wel wat extra defense, maar dat zorgt ervoor dat ik de set bonus van defense kwijtraak. Dus op zich niet echt zo handig om die al te kopen, plus die 4 gold. Piggybank wil ik zeker eentje hebben. Dat is namelijk dat we ons geld houden. En die kunnen we al zelf maken. Nou ja, dan van lood en een bugnet. Ja, dat is een van de belangrijkste dingen. Aangezien dat er heel erg snel golden crit is. En we hebben een LPV potion zelfs. Nice. Dus we hebben 3 kistjes. Daar kunnen we al het een en ander van storage gaan doen. Dus ja, ik ben wel tevreden met de progress. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd. Want ja, het is expert. Wie weet wat er allemaal nieuw is in expert mode. En vind je het een leuke serie? Laat het dan zien door een like achter te laten. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van wat ik dan op dat moment ook ga uploaden. Ik dank jullie voor het kijken. Ik organiseer nog heel eventjes mijn inventory. En ik zie jullie weer terug bij een volgende aflevering. Hele fijne dag nog gewenst. En tot de volgende keer. Doei!